Ik ben Thierry Kestelijn. Ik ben leerkracht Centrale Verwarming Sanitair, inmiddels aan het 11e schooljaar bezig. Ik zit 18 jaar in het vakgebied Centrale Verwarming Sanitair. GHEAT, dat staat voor groene, hernieuwbare energie en alternatieve technologieën. Wel, in de eerste graad beginnen we met kleinschalige projectjes rond zonne-energie en rond windenergie. Zo maken we de leerlingen eigenlijk warm om daarover na te denken naar de toekomst toe. En in de tweede graad gaat dat dan iets verder, maar komt er een deel te programmeren bij. En in de derde graad hebben we dan ons competentiecentrum GHEAT, waar ze eigenlijk volleerd worden om klaar te zijn voor de industrie, voor het toekomstig leven na de school. We hebben via de school een ruimte gecreëerd waar dat we een volledig nieuw project, het project GHEAT, konden gaan opstarten, waar dat we dan volop of enkel gebruik maakten van alternatieve energiebronnen. De inbreng van de school is vooral gekomen vanuit de ruimte creëren waar dat de installaties en de opbouw van de stand kan verwezenlijkt worden. Ze hebben de accommodatie en de ruimte gegeven of bezorgd dat wij daar konden in werken en de toestellen in plaats. Het belangrijkste is eigenlijk die brandstofcel. Via Viesman eigenlijk, hebben wij die gekregen. Eigenlijk. Wij zetten daarop in omdat wij als school naast ons pedagogisch project ook ons lesproject hebben. En in het pedagogisch project vinden we het belangrijk dat de jongeren met de normen en waarden mee zijn. En een van de belangrijkste doelstellingen daar is die energietransitie. Is bewustzijn van de resources die we gebruiken in ons dagelijks leven. Dat willen we de jeugd meegeven en daarom dus het hernieuwbare verhaal. Daar dat wij dagelijks nog in de praktijk staan en ook veel samenwerken met bedrijven op stagevlak, zien we dat er noodzaak is aan nieuwe technologieën, nieuwe verwarmingsnoden in de woningen, waar we in de scholen op achterstand zaten of stonden, waar dat enkel gebruik gemaakt werd van fossiele brandstof. Omdat het ook een van onze strijdpunten is van de school. Wij willen een school zijn van de toekomst. Dus wij willen onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden naar het later toe. En het is dus belangrijk naar de mate de klimaatopwarming, dat iedereen daar rond gesensibiliseerd wordt. Dat onze leerlingen daar oplossingen rondzoeken, maar ook gesensibiliseerd worden om correct om te gaan met het beschikbare materiaal. Hoofdzakelijk zijn dat leveranciers van de toestellen waar we vroeger gebruik bij maakten van de verwarmingstoestellen, die nu ook overgaan zijn naar alternatieve energieën. En dat is vooral de firma Viesman, Vaillant, Bulex. Dat zijn de hoofdzakelijke sponsors op verwarmingsvlak. Op ventilatie hebben we dan Ranson, waar we mee samenwerken. En dan op meetapparatuur gaat dat vooral over Testo en Euroindex. De helft van de toestellen gecofinancierd zijn door de bedrijven, maar ook opleidingen en technische ondersteuning hebben wij geschonken gekregen door deze firma's. Dat hebben we zelf ook moeten gaan bijscholen, hè? Dus nooit uit om te leren zeker. Ja, voor ons was dat sowieso een hele uitdaging. Waarom? Omdat dat volop nieuwe technieken zijn en dat wij normaal gezien altijd gewoon zijn om bij fabrikanten in opleiding te gaan. En dat eigenlijk nu een klein beetje de omgekeerde kant is, dat wij de nieuwe technieken willen aanleren naar de leerlingen toe, met ook nog altijd ondersteuning van fabrikanten. Het is zeker een vaste bedoeling om onze kennis dat we opgedaan hebben en nog steeds opdoen bij het opbouwen van deze projecten te delen met andere scholen en andere leerkrachten in opleiding, andere richtingen. Het zou spijtig zijn om dat te beperken tot onze afdeling alleen. De meerwaarde van het project is dat de leerlingen van bij de start in de richting gebruik maken van alternatieve energie. Dat ze het verschil leren kennen tussen waar stonden we vroeger en waar willen we naartoe. Waar willen we in de toekomst mee gaan verwarmen en warm water produceren.